zijn hier in Arnhem bij ELAAT, een onderzoeksinstituut opgericht vanuit de netbeheerders. Wat doen wij hier? Wij testen hier elektrische voertuigen en dit doen wij om balans te creëren op het elektriciteitsnet. In het kader van dit project testen wij hier 150 elektrische voertuigen, waaronder deze BMW's. Wij testen de invloed van slim laden op het elektriciteitsnet en de voertuigen. Wij testen hier uitgesteld laden of het gepauzeerd laden. We testen verschillende laadsnelheden. En dit doen we allemaal omdat het laden van elektrische auto's niet zo simpel is als het inpluggen van je iPhone. Voor BMW en voor onze klanten is het belangrijk om slim te laden, want zo kun je de stroomvraag verspreiden over de dag en daardoor optimaal gebruik maken van duurzame energie. Maar voor onze klanten is het ook heel belangrijk dat het slim laden betrouwbaar en voorspelbaar gebeurt. Dat betekent dat de auto niet onverwacht stopt met laden, dat de app niet onnodig veel berichten geeft en dat de auto voldoende is opgeladen aan het eind van de laadsessie. En daarom testen we samen met ELAAT verschillende elektrische BMW's, zodat we zeker zijn dat onze klanten hun auto slim, duurzaam en betrouwbaar kunnen blijven laden. Voor dit project voeren we in totaal 11 testen uit om te kijken hoe goed de communicatie is tussen elektrische voertuigen en slimme laadinfrastructuur. We testen hier een kort laadprofiel per laadstation. In dit laadprofiel beginnen we met op volledige stroom laden. Dan gaan we wat langzamer laden, wat sneller laden. En we testen ook een pauze van ongeveer 5 minuten om te testen of de auto correct kan slim laden met al deze laadstations. Deze test is een vervolg op de test die we doen bij de meerdere laadpalen. Maar we kunnen hier veel beter zien wat er precies gebeurt in de communicatie tussen laadpaal en voertuig. Een test die we hier uitvoeren is een laadprofiel waarbij we verschillende laadsnelheden testen. De dikke blauwe lijn is de laadsnelheid die de laadpaal aangeeft dat het voertuig mag laden. En we zien hier dat deze iX3 mooi de blauwe lijn volgt en altijd op de juiste laadsnelheid laadt. En ook bij een vermindering van laadsnelheid dat het voertuig snel de laadsnelheid vermindert. We hebben een flink aantal elektrische BMW's ter beschikking gesteld aan ELAAT om hier te testen. Waaronder de iX3, die is al een tijdje op de markt. Maar ook de gloednieuwe i5 hebben we ter beschikking gesteld. We hebben een iX, een i7. Binnenkort zullen er ook een aantal minis te vinden zijn. En waarschijnlijk ook een BMW i3. Op die manier proberen we zoveel mogelijk BMW's te testen. En zijn al onze BMW's en minis klaar voor slim laden.